Voor mij is techniek iets, kan je de wereld mooier maken. Mijn vader maakte ooit voor zijn doodzieke moeder een machine die automatisch 's ochtends gordijnen open kon doen. Want zij konden niet meer uit bed komen. En dan moet je gewoon wachten tot iemand anders de zon binnenlaat. In basis is de bibliotheek natuurlijk voor de persoonlijke ontwikkeling van mensen. Omdat we het belangrijk vinden dat mensen kunnen participeren in de samenleving. Mensen associëren de bibliotheek heel erg met laaggeletterdheid. Want we vinden het belangrijk dat iedereen kan lezen. Vervolgens zag je een hele slag naar digitale vaardigheden. De computers die ze intreden deden. En nu zie je dat er zoveel technologische ontwikkelingen zijn, dat techniek eigenlijk een basisvaardigheid van de toekomst is. Kijk, kijkt u hier? Zo'n afbeelding van een diertje, ja. Kijk, heeft u allemaal diertjes. Oh, diertjes. We laten senioren komen in samenwerking met de Ouderenbond. En dan komen studenten van de landsteden, mbo-opleiding, dienstverlening, die komen uitleg geven over smartphones, WhatsAppen, over de tablet. Mensen komen ook met hun laptop en dan vormen ze koppels en leren ze van elkaar. En nu heeft het goed. Oh ja. Zo eigenlijk. Oh, ja. Als je een volgende wil, ja. Dan krijg je een volgende plaatje. En dan moet je eigenlijk telkens raden wat je wilt. Nou, meestal is het heel praktijkgericht. Dus ik wil WhatsAppen of ik wil een foto sturen via WhatsApp en het lukt me niet. Mijn tablet doet niks meer. Ik heb alles geprobeerd. Dus het zijn wel vaak bekende vragen natuurlijk. Maar heel logisch dat als je niet zo heel erg handig ermee bent, dat je vastloopt en een beetje hulp kan gebruiken. Als jij in een huis woont en je krijgt een slimme energiemeter, moet je wel weten hoe die werkt, hoe je moet kunnen lezen. Als je mantelzorger bent en je krijgt te maken met slimme apparaten, medische apparaten, zorgapparaten, moet je ze wel kunnen bedienen. Dus het zal voor alle bevolkingsgroepen wat anders zijn, maar het belangrijkste is dat we ons moeten kunnen verhouden tot die technologische ontwikkelingen. We moeten ermee om kunnen gaan. Nou, een aantal bedrijven die willen heel graag ook een stimulans brengen aan techniek in het onderwijs. De kraaltjes moeten hierheen en de kraaltjes moeten daar. Gemeente en provincie vonden het ook heel belangrijk. En met hun steun hebben wij onderzoek kunnen uitvoeren om dit te verkennen. Naar aanleiding van dit onderzoek zijn we aan de gang gegaan met techniek onderwijs vormgeven voor de scholen. Oké, jongens en meiden, leuk dat jullie er zijn. Vorige week hebben we toch de robot afgebouwd en we hebben de ogen geprogrammeerd. Dus we gaan nu controleren of het programma dat jullie gemaakt hebben van de ogen en of die ook klopt. De bibliotheek wordt ook vaak ook wel eens genoemd als een soort tweede huiskamer. Waar je lekker kan lezen, kennis opdoen. En zo'n makerslab is natuurlijk logisch het verlengde daarvan. Want het gaat niet per se om boeken. Het gaat om kennis opdoen, het gaat kennis delen. En er hoort ook overleg bij. Dus in die zin is het makerslab natuurlijk ook, toch ook net als de bieb in het geheel, een extra woonkamer. Goed, gaan we dus opnieuw programmeren. We zijn hier begonnen met een medialab toen we hier geopend zijn, 2,5 jaar geleden. Toen hadden we nog helemaal niets. En als je nu kijkt, hebben we bijna dagelijks activiteiten in ons medialab. En daar ben ik heel trots op, dat we dat samen met de samenleving doen, voor allerlei doelgroepen en dat iedereen hier terecht kan.